telefoon gekregen van mijn detective. Wat is er gebeurd? We zijn allebei bedrogen. Waar is Alex? Hij is er vandoor. Met mijn beste vriendin. Niet waar. Dat kan niet gelicht. Waar is zij dan? Als dat weer een van uw flauw grappen is, hè? Mameske, toch. Ik weet hoe het voelt. De eerste keer is de ergste. Je zoekt excuses om hem te vergeven. En één keer dat je hem vergeven hebt, probeert je te vergeten. En dan doet hij het gewoon terug opnieuw. Ga gewoon weg, oké? Ik probeer je alleen maar te verlossen uit uw lijden. Alex is inderdaad het land uit, maar wel met iemand anders. Ga weg, heb ik u gezegd. Ik begrijp het. Als je mij nodig hebt. Zeg, wat is dat allemaal? Was dat... Dat de vrouw van Alex. Dat is nu serieus, hè, Waldek. Je hebt echt talent. Wat? Serieus? Ja, Rosa, je hoort dat nog? Dat is zo. En jij, Frank Bomans, wat denk jij van? Ik weet niet. Maar serieus, hè? Serieus? Ja. Serieus? Eerlijk? Ja. Ja, wel, ja. Hier en daar zo. Ik weet niet. Zat er toch serieus naast. Ja, ja. En een timing, dat is ook niet 100%. Maar voor de rest was het schitterend. Ah. Maar denk eraan, dat was goed voor één keer, dat was afgesproken. Ja, ja. Want normaal ben ik, Frank Bomans, de leading singer, of de zanger, of zo zeggen ze dat, van de swingende loodgieters. Ja, ja. Ja, maar hé, dat kan maar één chef zijn in de keuken. Ja. Staan? Vanaf nu is het leader, zingende zanger. Ah. En de chef in de keuken. En chef in de keuken. Ja. Goedenavond ook. Hè? Jullie zijn werkelijk een prachtig koppel. Ja, en een tof gezinnetje. Dank je. Graag. Papa, gaan wij ook naar huis? Oh, die is met Femke in de keuken weg. Ja, die twee zijn echt onafscheidelijk. Gelukkig heeft ze meer verstand. Femke zal nog wel een inhaalmanoeuvre doen. Nu ze graag wel thuis. Kom. Goedenavond. Bedankt, hè. Echt waar. Voor alles. Komt gerust maar langs, hè. Je bent altijd welkom. Ik ga die zo missen. Wil je dat ze binnen een paar dagen hier terugstaan? Maar, zie je nu? De kapsalon gaat niet door, hè? Huh? Oh, heeft u dat niet gezegd? Mij anders wel. Hey, misschien meende hij het niet. Hè? Hij weet niet meer waar zijn kop staat en iedereen zit op zijn kap. Ik toch niet. Weet je, laat hem een tijdje mee rusten en misschien draait hij wel bij. Ja. Dan gaat een ander ermee op. Ik wil hem terug, Sophie. Wij horen bij hen. Niemand begrijpt mij zo goed als Sam. En omgekeerd. En Sam was heel gelukkig. Hij heeft gezegd dat ik zijn leven helemaal veranderd heb. Ja, dat is een feit. Ik ga voor hem vechten. Femke, ik weet niet of dat op dit moment zin heeft. En jij gaat mij daarbij helpen. Maar Fem... Maar Sophie, ik wil alleen maar met hem praten. Dat recht heb ik toch? Ah ja, natuurlijk. Ik weet niet of ik hem daar zomaar kan van overtuigen. Je moet. Je bent toch mijn beste vriendin? En je bent zijn zuster. Dat wil toch niet zeggen dat ik hem daarom direct... Sophie, gaat jij mij ook al laten vallen? Maar nee. Dan heb ik wel niemand meer, hè. Maar nee. Help mij, please. Ja, ik zal het hem vragen. Hm? Beloofd? Beloofd. Verwacht niet te veel, hè. Sam kan heel koppig zijn. Ja, maar ik ook. Dat weet je. Ja, dat is waar.
Simon, wil jij nog eens in het tracteren, want ik ben bloed. Frank, alstublieft, is genoeg geweest. We gaan naar huis. We zijn hier weer al de laatste. Ja, de laatste zullen de eerste zijn. Allee, kom. Hop. Oh, kom. Ja, god. Allee, naar huis. Mo, zie je nu weer dat een baas is? Jongen, als je getrouwd bent, je hebt geen chicken meer te zeggen, hè. Niks of niks. Ja, Pavarotti. We moeten nog eens cd-ken oppakken. Hè. Jongen, dat gaan we doen, hè. Cd-ken oppakken. Eerst de chef. Nee, Frank. Frank, we gaan sluiten. Ah, merci, Rosa. Allee, op, weg. Die vrouwen die waren altijd valk. Valk, altijd valk. Hallo. Altijd valk. Willen jullie nog iets drinken? Blijf jij slapen? Als je liever naar huis gaat, dan begrijp ik dat. Ik wil bij u zijn vannacht. Eindelijk. Meisje, ik blijf vannacht hier slapen. Kom, ik breng je naar huis. Doe geen moeite. Ze moet eens leren dat ze niet altijd haar zin krijgt. Ik breng haar naar huis. Maar ik kom direct terug. Deze nacht wil ik bij u zijn. En waar gaat je nu slapen vannacht? Bij u thuis zeker niet. Ik ga me niet laten vernederen. Ik vind wel iets. Ik kan u toch binnensmokkelen, hè, als mijn ouders slapen? En de familie Bastiaans nog mee op stang jagen? Zo krijg ik ze hem toch nooit terug. Ja. Je moet toch ergens slapen, hè? Misschien kunt je hier blijven. Problemen, Femke? Ja. Mijn broer heeft daar gedumpt en u kan ze nergens naartoe. Ja, van mij mag hier blijven, hè. Maar ja, Rosa is hier de baas. Laat maar. Ik zal wel in de stal slapen of zo. Misschien kan ik nog vlug een rijke vent versieren. Wat? Hey. En als Rosa iets zegt, stuurt ze maar naar mij. Dat kan toch niet. Dat kan gewoon niet. Nee, hier, kom. Allee, dat kan toch niet? Alex, je ziet mij graag. Ik moet je gaan zoeken. Maria. Ja, maar wie weet heeft hij een accident of zo gehad. Dan moeten we die toch helpen. Misschien moet ik gewoon naar de politie of zo. Morgen, gaan. Hè? Morgen zullen we naar de politie gaan. Morgen. Maar nu moet je eerst rusten. Ik kijk, ik zal iets geven. Voilà. Voor je een beetje kalmeren. Hè? Vannacht blijf ik de hele tijd hier bij u, oké? Ik kan toch niet. Ja. Alex, die zou me nooit in de steek laten. Dat kan gewoon niet. Ja. Rosa, wacht, plakken. Goedemorgen. Wat doe jij hier zo vroeg? Kuisen. Ja, je plakt hier bijna aan de vloer. En jullie ontbijt staat klaar. Joehoe. Willen de tortelduifjes een hard of een zacht gekookt eitje? Zacht en twee als kan. Oh. Hier, Rosa. Kom kijken, een schone tafel. Heb je hier geslapen? Werner zei dat mocht. Ah. Ja, de Werner heeft hier eigenlijk niks te zeggen. Hij wou je daar deze nacht niet lastig mee vallen, hè? Sam heeft mij gisteren buiten gesmeten en nu sta ik op straat. Zijn ouders hebben de pest aan mij. Rosa, Rosa, dat meisje kon ergens anders naartoe. Hm? Ik dacht dat uw mama zo ziek was. Moest jij daar dan niet gaan slapen? Rosa, waar is uw gevoel voor romantiek? Je hebt in bed gelaten of zo. Meisje heeft thuis nodig. Het is goed voor één keer.
Allee, kom aan. Koffie staat klaar. Ja, zou je mij dan deze voormiddag kunnen vervangen? Ja, want er zijn een paar probleempjes met Marie. Ja. Ik zal het u dan allemaal wel uitleggen. Hè? Goed, bedankt alvast. Dag, Anne. En, hoe voelt u? Heb je zo'n slaappil ingenomen? Ja. En hebt u nu goed geslapen? Oh nee, misschien heeft hij ondertussen gebeld en heb ik het niet eens gehoord met uw slaappil. Is toch niet aan de deur geweest of zo terwijl ik sliep, hè? Ik ga naar de politie. Dat ik... Ja, maar Marie, wacht. Laat ons eerst eens praten over wat er gisteren gebeurd is in Zaventem. Ja, daar heb ik nu geen tijd voor, hè? En daarna zal ik u helpen zoeken. Met twee staan we toch sterker? Is niet? En kom. Ik ben fier op u, Sam. Je bent voor uzelf opgekomen. Ja, ik voel me wel niet zo'n held. Ik doe echt niet graag mensen pijn. Femke had er wel zelf om gevraagd, hè. Ja, je moet je niet schuldig voelen. Je hebt de beste beslissing genomen. En jij noemt jezelf een dokter. Excuseer? Ja. En minderjarigen op straat smijten. Knap. Sophie, Michiel heeft er niks mee te maken. Ja, dat is volledig mijn idee. Ja, bravo, Sam. Zo behandelt je nog geen hond. Femke komt wel op haar pootjes terecht, Sophie. Mama, wij waren de enige die ze had en we laten ze vallen als een baksteen. Oh, fijn, Sophie. Ik vind dat fijn dat je in de bres springt voor je vriendin. Maar Femke die heeft geen enkele moeite gedaan om zich aan te passen. Hè? Hebben jullie moeite gedaan? Nee. Hoeveel van uw vriendinnen wonen in bij de ouders van hun vriendje? Voilà. Kijk, Sam en Femke die passen gewoon niet bij elkaar. Die relatie was nooit blijven duren. Omdat Femke te min was voor Sam? Je bent allemaal dikke snops. Sophie, ik heb nooit gezegd dat Femke te min was voor Sam. Nee, ze verschillen gewoon te veel. Sam komt uit een veilig nest en Femke... Ja, daar kan ze zelf toch niks aan doen, hè? Nee, maar dat is geen goede basis voor een relatie. Ik begrijp jullie niet, hoor. Geef je dan echt niks om Femke? Allee, jij, Sam, je hebt haar toch graag gezien? Sophie, je hebt zelf gezegd dat ze egoïstisch is en een profiteur. Ja, maar iedereen heeft zijn mindere kanten. Ja. Maar ik laat mensen niet vallen omdat ze niet perfect zijn. Femke is mijn vriendin en ik laat haar niet vallen als een baksteen. Ik zet allemaal harteloze dikke nekken. Sophie, snaps! Oh. Trek het u niet aan, Sam. Sophie... Mama, kunnen we er gewoon over zwijgen? Ja? Dat is wat die Claire zegt, natuurlijk. Maar ik geloof daar niks van. Nou, kent jij die Katrien? Ik heb haar één keer gezien op restaurant met Claire, denk ik. En Alex heeft nooit iets over haar gezegd? Nee, man, nee, nooit. Allee, dat klopt toch niet, Dree? Trouwens, Alex die zou me nooit bedriegen. Die zou me nooit in de steek laten, dat weet ik zeker. Allee, dat zou willen zeggen dat hij achter mijn rug... nog een tweede relatie zou hebben met die Katrien. Dat is toch compleet absurd? Ja. En wacht eens. Wanneer heb je Alex voor het laatst gesproken? Gisterenavond. En sindsdien heb je nooit meer iets van hem gehoord? Nee. Ja. Jij gelooft er niks van, hè? Jij denkt ook dat hij weg is met die Katrien. Is het niet waar? We zullen zien wat de politie daarvan denkt. Ja. Ja. Ah, wel, ja. Ja, ik ga mee, hoor. Ik ga mee. Maar verwacht er niet te veel van, hè. Ja, Sam, we moeten eens praten. Ja, Sophie, ik weet er waarover en het antwoord kent je ook al. Kom aan. Femke wil echt heel graag nog eens met je praten. Ja, ik niet. Okay. Maar ze heeft toch recht op uitleg? Dat is toch het minste dat je kunt doen? Sophie, het is nog veel te vroeg. Oh, kom aan, Sam. Sophie, aandingen heeft geen zin. Maar, ja? Probeer... Wilt jij een lift naar school? Nee. Dat zijn er 7, oké.
Martino's. Ja, oké. Dat is genoteerd. Oké, dank u. Tot straks. Hier, 2,5 voor het industriepark. Nou, daar ook al. Maar je begint goed te gaan, hè? Ja. Heb die jij even? Heb jij Femke een kamer gegeven? Ja, Rosa, ze kon nergens naartoe vannacht. Ik kon haar toch moeilijk buiten laten slapen. Hm? En wie gaat die kamer betalen? Rosa, het is maar voor een paar dagen. Het is al voor een paar dagen? Ik zoek een studio, maar ik moet eerst sparen voor mijn waarborg. Hè? Hm. Die kun jij zo niet ergens een beurs of een uitkering krijgen of zo? Dat heb ik al geprobeerd, maar ik krijg niks zolang dat ik niet meer naar school ga. Ik beloof je dat je van mij echt geen last zult hebben. Zou nog moeten bijkomen. Enfin, het is goed voor een paar dagen. Hè? En ik hoop dat je zo rap mogelijk iets vindt. En ik hou u wel verantwoordelijk. Allee, begin er maar aan, hè. Dat je kunt sparen voor je studio. Juffrouwke dit, juffrouwke dat. En aan dat ongeloof in hun ogen. Ik kon ze zo zien denken. Wat een onnozel, naïeve trein. Ja, kijk, de politie kan op dit moment ook weinig doen, hè, Marie? Ja, nee, wel, waarvoor dienen die dan anders, hè? Ja, kom aan, zeg. Alex is toch een volwassen man, zeker, hè? Moet dus ongerust niet maken. Ik maak mij wel ongerust. Allee, waar zit die nu? Wij gingen samen een nieuw leven beginnen. Alles was geregeld. We hadden tickets, we hadden alles. Ja, er moet ergens een logische verklaring bestaan, ja. Maar vroeg of laat komen we die wel te weten, hoor. Ik kan toch niet zomaar verdwijnen, hè? Allee, misschien probeert hij mij al de hele tijd te bereiken en lukt het gewoon niet. We gaan eerst iets eten, kom. Misschien komt er dan meer nieuws. Hè? Ik ga hier niet gewoon zitten wachten op nieuws, want dan word ik helemaal zot. Dan kunt je misschien gaan werken terug. Dat zal je zin hebben verzetten. Nee, nee, ik blijf hier, Dree. Ik blijf hier voor het geval dat hij zou terugkomen. Ja, goed, goed, goed. Dan ga ik ondertussen iets regelen. En jij blijft hier. En ik kom terug. Ik wel. Nee, Swa, een eengreepsmengkraan. Hoe dikwijls heb ik dat nu al gezegd? Je werkt hier nu toch al lang genoeg, hè, dat je niet nog bij je polleken moet pakken. Zeg, Leontine, het is nou niet omdat Marie je laat zitten dat op mij moet dan betaald worden, hè. Een wonder dat ik nog niet failliet ben met werkvolk zoals jij. Hallo, met sanitair Verkamme. Ja, ah ja, ik weet het, meneer Lindemans, ja. Maar ik zit zonder assistenten en... Allee, mag dat je weg zijn, maar wacht jij nu nog op? Ja, ik... Dat zal ik voor u doen, ja. Ik zoek dat op. Ik bel u terug. Oké, ja. Tot genoegen. Dree, komt erin gaan zitten. Ik zou u koffie aanbieden, maar ik heb nog geen tijd gehad om er te zetten. Sorry. Heb jij nieuws van Marie? Ja, helaas. Slecht nieuws. Die en Alex heeft daar toch wel laten zitten, zeker? Hey. Ah, Fieke. Hey. Kom je weer de papa eten? Ja. Ik zal een bordje bijzetten. Zeg, moest jij geen broodje eten ter smisse? Nee, ik had geen zin. Geen zin? Of geen zin om Femke te zien? Ja, lap, als je over de duivel spreekt. Ja, goed weg. Sorry, hè. Ja, sorry. Allee, dag. Zeg maar, en uw boterham? Ja, ik heb wel een broodje in ter smissen. Ja. Maar allee. Ik wist het, hè. Ik wist dat die en Alex niet te vertrouwen was. Ik heb het altijd gezegd. Ja. En jij gelooft dat verhaal van die Claire dus ook? Ja. Anders had hij haar toch al lang gebeld of zo, op zijn minst. Ah, dacht ik ook, ja. Maar voor Marie is dat natuurlijk een heel zware vernedering, hè? En nu heeft je toch wel in haar kop gestoken, zeker, dat er waarschijnlijk iets anders zal gebeurd zijn. Och, Marie gelooft wat ze wil geloven. En hoe neemt ze het op? Poh, vreselijk natuurlijk. Hij heeft dat toch goed liggen, hè? De vrouwen zot verdomme.
Ik wist het van in het begin. Ik vertrouw hem niet. Oh. Voor geen haar. Ik heb hem ook nooit vertrouwd. En waar zit ze nu thuis? Ah. Helemaal alleen. Oh, die gaat toch geen domme dingen doen? Ik had toch moeilijk een hele dag bij haar gaan babysitten, hè? En het is eigenlijk daarom dat ik eens langsgekomen ben. Ziet je, ze heeft afleiding nodig. Het is hier geen duivenkot, hè, Dree? Maar je hebt mezelf gezegd dat ze haar werk altijd goed gedaan heeft en dat je het nu veel te druk hebt. Dree, ik heb met Marie te doen, echt waar, maar ze heeft mij van de ene op de andere dag laten stikken. Ja, maar ze was verliefd, hè. Dat is geen reden. Ik heb mijn mening over Marie moeten herzien. Ze mag dan misschien wel mijn vriendin zijn, maar ik denk niet dat zij een betrouwbare medewerkster is. Sorry. Is Femke hier? Ik zal haar gaan roepen. Ze zal content zijn om je te zien. Dat weet ik nog zo niet. En? Heb je met hem gepraat? Ja. Oh, Sophie. Ik wist dat ik op u kon rekenen. Wanneer komt hem? Femke, ik heb echt mijn best gedaan, maar hij wil niet met je praten. Waarom niet? Hij vindt het nog te vroeg. Bullshit. Ik zeg alleen wat hij gezegd heeft, hè. Je hebt het beloofd, Sophie. Ik heb keihard mijn best gedaan. Ik heb u zitten verdedigen thuis. Wat kan jij ging ervoor zorgen dat Sam naar hier kwam om mij te spreken. Het kan mij niet schelen dat iedereen het hoort. Je bent al even erg als de rest van je familie.